vliegmaatschappij Fly Always had gistermorgen haar inaugurele vlucht op de route Suriname-Curaçao. Het wordt een lijndienst welke 2 wekelijks zal worden onderhouden. In dat kader heeft de maatschappij gisteravond na aankomst uit Curaçao een persconferentie gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel. Volgens Masoud Kasmi, Chief Operating Officer van Fly Always, is deze markt belangrijk voor de maatschappij. Zij speelt namelijk in op het uitvallen van de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij Incel Air. Fly Always zag het markt tussen Paramaribo en Curaçao en heeft daarom besloten die route te onderhouden, zegt Kasmi. Als we kijken naar de catchment area in Paramaribo en catchment area uit Curaçao, zien we gewoon dat er een vraag is tussen deze twee steden. Goed, Incel Air had heel vervelend een situatie waarbij zij moesten afslanken. Wat voor Flyaways een prachtig moment was om in te stappen. Er zit een verschil in op het moment dat je dus een marktaandeel overneemt, dan dat je dus als derde luchtvaartmaatschappij op zo'n markt inspringt. Er zit een groot verschil in. En om die reden zijn we ingestapt op die route. Je ziet natuurlijk ook vanuit Europa, heb je natuurlijk heel veel vluchten naar Paramaribo, maar ook naar Curaçao. Alleen, er is natuurlijk ook een vraag voor Nederlanders bijvoorbeeld om ook tussen die routes te vliegen. Ja. Dus kortom, uitstekend. Ja. Op de terugvlucht waren 2 reisagenten en 8 vertegenwoordigers van de media van Curaçao aanwezig. Fly Always heeft hiertoe besloten om Suriname meer bekendheid te geven en als een aantrekkelijke vakantiebestemming te promoten in de diverse dagbladen, radio en televisie van Curaçao en de buurlanden. Volgens Sien Frasandam, directeur van de Suriname Hospitality and Tourism Association, heeft Suriname verschillende toeristische producten aan te bieden. Ik denk dat Curaçaoenaars die houden ook van casino. Casino's is ook een hele grote markt voor ons. Je hebt naast de Marriott is er een nieuwe casino geopend. Je hebt natuurlijk de natuur, je hebt cultuur, feesten. We hebben sowieso in de hoogseizoen heb je heel veel bekende feesten. Maar casino zou ook een hele goede markt zijn voor ons. Dus we willen ons eigenlijk op, ja, ik neem aan de 35 plus tot 50 plus gaan richten. We moeten even kijken. Maar ik denk het is avontuur. Het is iets avontuurlijks dat we kunnen aanbieden. En dat maakt het wel uniek, omdat we nu wel meegenomen worden in het Caribisch pakket. Shata is bijvoorbeeld lid van de Caribbean Hospitality and Tourism Associatie en ze beschouwen ons ook als het Caribisch gebied. Maar we zijn het vreemde eendje in dat groepje. Dat maakt het ook, daar kunnen we van profiteren, omdat we toch wel iets anders kunnen aanbieden dan op Curaçao, Aruba, Bonaire en ook de bovenwindse eilanden. Sien Frasandam, directeur van de Suriname Hospitality and Tourism Association. Zij sprak gisteravond tijdens de persconferentie van vliegmaatschappij Fly Always in verband met haar inaugurele vlucht gisterochtend naar Curaçao. Fly Always zal nu op de woensdag en zondag vliegen op de route Paramaribo-Curaçao.